in Lansingerland in zicht. De eerste klap is een daalder waard bij schaatsvereniging Lansingerland. Klimmen tegen de klippen op. Bewogen kunst van Lansingerlandgenoot Piet Kouwenhoven. Maar nu eerst fietsen op Affelberg Dirty Hill. Elke zondagochtend verzamelen wij het clubhuis in Outdoor Valley. En dan vol op de trappers. De mountainbikes van de leden van Dirty Hill krijgen er flink van langs. Bijzonder aan Dirty Hill is dat het, zeker voor de regio Zuid-Holland, Rotterdam omgeving. Het is vlak, maar hier dus niet. En als je dan eventjes de vraag gaat stellen van hoe is de naam Dirty Hill ontstaan. Dirty Hill is ontstaan omdat het parcours is gebouwd op een voormalige velstort. En daardoor hebben we dus het hoogteverschil kunnen creëren. En door een aantal enthousiaste mensen binnen onze club, die het baanonderhoud plegen, maar ook het baan aanleggen, hebben we dus een heel mooi parcours gekregen. Vol op de pedalen, maar ook vol in de remmen. Want je gaat met een behoorlijke noodgang naar beneden. Dat vereist stuurmanskunst en lef. Dat beperken ons eigenlijk een beetje tot techniek. Conditie mogen ze zelf doen en dat is ook niet zo heel erg belangrijk. Remmen, schakelen, sturen. Dat zijn de basics die wij ze willen leren. Wij pretenderen niet echt een wedstrijdvereniging te zijn. Maar zodra ze dan wedstrijden willen gaan rijden, dan gaan ze naar een andere vereniging. De laatste twee jaar is de club echt explosief gegroeid. En dat heeft gewoon puur te maken met mond-tot-mond reclame. En elkaar enthousiasmeren. En op die manier zie je dat er toch een leuke aangroei is van jong tot oud. En om even aan te geven voor de jonge jeugd, en dan praat ik tot 13, 14 jaar, hebben we 104 leden. En dat is veel. Dat is heel veel. Vrouwen uiteraard ook. Ja. En je zal op een gegeven moment ook zien, in de jongste trainingsgroep zitten er ook jonge meisjes bij. En die vinden het ook hartstikke leuk om te doen. En er zijn een aantal ook die echt landelijke wedstrijden rijden. Met ware doodsverachting de berg afstorten of relaxed recreatief een rondje fietsen. Het kan allemaal. Voor elk wat wils, voor jong en oud, op elk niveau. Als je op een gegeven moment het gevoel hebt, dan voel je ook wat zekerder en kun je ook wat meer aan en dan verleg je iedere keer je grenzen. Ja, en dat tezamen kan je leiden tot een goede mountainbike. En sommige mensen die pakken dan wat sneller op dan anderen. Ook hier geldt, je leert het met vallen en opstaan. Voorlopig moeten we het nog zonder natuurijs doen. Gelukkig kunnen de leden van schaatsvereniging Lansingerland op de piste van het Silverdome in Zoetermeer terecht. Wat doet u nog meer bij deze vereniging behalve heel hard schaatsen? Behalve heel hard schaatsen ben ik ook voorzitter van deze vereniging. De vereniging in de basis bestaat al heel lang, want we zijn voortgekomen uit de ijsclub Blijswijk. En die bestaat al meer dan 100 jaar. En als schaatsvereniging Lansingerland bestaan we nu een jaar of 7. Om lid te kunnen worden moet je 5 jaar zijn. Dus dat is eigenlijk al heel jong. En als je dan lekker kan schaatsen of kan beginnen schaatsen, dan kom je hier heel goed weg. Er zijn ontwikkelingen voor de toekomst. We zijn op dit moment samen met schaatsvereniging Rotterdam, wielervereniging Ahoy en nog een paar verenigingen aan het kijken of we op het wielercomplex van Ahoy bij luchthaven Rotterdam, om daar een inline skatebaan te realiseren waarop ook wedstrijden gereden kunnen worden. En zo willen we de skielersport ook verder promoten. De doorgewinterde klapschaatsers blijven serieus oefenen, maar het kan anders. Ik ben eigenlijk puur voor de lol ben ik lid. Dus lekker gewoon rondjes schaatsen en lekker met vriendinnen. Dus, ik zal geen tweede Diana Valkenburg worden, maar ik vind het wel leuk om naar het schaatsen te kijken van de echte sporters. Ik vind het eigenlijk leuker op een kunstijsbaan, want dan is het ijs gewoon altijd goed.
Maar natuurijs is ook altijd leuk, maar daar hou ik niet zo heel erg van. Ook zo koud, hè? Nou, dat ook. Het is zeker koud. Een echte mooi weerschaatster. Maar hoe zit het met de serieuze trainingsarbeid? Ik ben al sinds jaar en dag verbonden als trainer ook aan de schaatsvereniging. Ik heb met name eigenlijk altijd training gegeven aan de jeugd. Dat zijn de pupillen van 6 tot 12, 13 jaar. Nou, daar zijn best bekende namen uit voortgekomen. Wij mogen als vereniging de laatste jaren hebben wij al jarenlang aan de top Diane Valkenburg. Die heeft tot en met haar 16e jaar echt actief bij ons in de vereniging geschaatst. Is nog steeds lid van onze vereniging. Maar sinds de 16e is ze overgegaan naar het zogenaamde gewest. Dat betekent dat je buiten de vereniging gaat trainen op een iets hoger niveau. En uiteindelijk heeft ze gewoon de landelijke top gehaald en is ze bij een commerciële ploeg ondergebracht. Daarnaast hebben we nu een opkomend nieuw talent. Dat is Sanneke de Neeling. Die heeft meegereden bij de senioren Nederlandse kampioenschappen afstanden. En daar heeft ze een vierde plek gehaald op de 1000 meter. Zijn we als vereniging buitengewoon trots op dat we deze leden binnen de vereniging hebben. Ik denk dat ik ongeveer 25 jaar bij deze vereniging schaats. Nou, ik schaats ongeveer 70 jaar en ik ben mijn zevende begonnen. En bent u bang om te vallen? Nee, je valt altijd één keer per jaar, zeg ik, en dat is voldoende. Ja, ja, vallen en opstaan. Waar heb ik dat eerder gehoord? Ik ben Piet Kouwen, beeldend kunstenaar. We gaan met opzet van een schilderij beginnen. Spaanse dans. Ik hou ervan om te aquarelleren, zeker in het begin. Dat geeft toch al een verkennend iets, een verkennend beeld. Als je met aquarelachtige technieken begint, dan kan je ook de dynamiek al gelijk een beetje gaan zoeken. Gebruik ik specifiek Japanse penselen voor, omdat die een hele eigen karakter geven. En dat is al leuk om daar al een beetje de dynamiek mee te zoeken. Ja, de planten spuiten erbij. Het is altijd wel leuk en spannend om het beeld te laten komen. Vaak ontstaat er al een eigen verhaallijn. Platte penseel is ook wel fijn om te combineren met bamboepenseel, omdat die eigenlijk als een spatel gebruikt kunnen worden. En daardoor krijg je weer een heel ander karakter. Wat ik eigenlijk probeer is een stuk van een schilderij met een eigen kleur even wat meer alvast wat kleur te geven, wat meer uitstraling te geven, waardoor er nog een verhaallijn ontstaat. Dit is olieverf met bamboepenselen, ook met veel water gemaakt. Ik heb heel veel water gebruikt hier. Ik vond het leuk om dat nieuwe product, het is een watergedragen olieverf, om dat met bamboepenselen te verwerken. Krijgt er weer een hele eigen dynamische uitstraling. Dit is de installatie Hanging Greenhouses in Bleiswijk. Zoals u ziet zijn hier panelen te zien waar tomatenstrengen en vensters op te zien zijn. En die vensters verwijzen weer naar de transparante wereld vanuit wat je dus eigenlijk veel voorkomt in de tuinbouw. Het verhaal wat gebruikt is tijdens de presentatie was van Louis Verschoor. En dat is gebracht door een verhalenverteller toen het object gepresenteerd is. Dit is een nieuwe vorm wat ik sinds een jaar doe. Dat is draad met acryl en gel. Dat is een combinatie van verschillende verfproducten. Ik probeer hier hetzelfde eigenlijk weer te geven wat ik in mijn schilderij doe. Alleen is dit een 3D-achtige opzet. Het is van Fiddler on the Roof. Dit is een andere vorm. Hetzelfde beeldje, hetzelfde concept. Alleen het is ingegoten in kunsthars. En ik heb hier gebruik gemaakt van stukjes verf wat ik heb toegevoegd, waardoor het ook weer een dynamisch effect krijgt.
Sowieso blijft de mens in beweging centraal. En ja, wat het de toekomst gaat brengen, dat is, ja, ik denk dat het een mix wordt van alles door elkaar. Mens in beweging. Ik laat me nu niet meer vangen in het thema. Ik vind het nu leuk om alles een beetje te mixen. Monte Cervino ligt niet in de Italiaanse Alpen. Dat recreatieschap, Rottemeren, om hier een klimgelegenheid te ontwikkelen. En daar hebben we wel 2 jaar over gedaan om dat technisch te onderzoeken hoe dat moest. We hebben nu het zogenaamde Dry Tool Event. En dat is eigenlijk gebaseerd op het ijsklimmen met ijsbijlen, zoals je dat in de natuur doet. En dat bootsen we een beetje na. Dus de manier van ijsbijlen in houtblokken hakken en zo naar boven klimmen. Hout als vervanger van ijs. Voordat je het beltje erbij neerlegt, moet je hem eerst uit het hout zien te krijgen. Dat valt nog niet mee. Eerst even de touwtechniek leren. Eerst de veiligheid. Wij geven beginnerscursussen voor mensen die dus echt nog nooit hebben geklommen. En dan leer je eigenlijk in 6 uur tijd, 2 avonden, leer je hoe je met de touwen moet werken om binnen in de klimhal te klimmen. Zoals je dat eigenlijk hier ziet. Het is een gezellige drukte aan de touwen tijdens de vele cursussen. Maar het gaat natuurlijk om dry-to klimmen. Maar dat verloopt via de Klimbond, de NKBV. Daar kan je aanmelden voor een dry-tool workshop. En daarin leer je dus met ijsbijlen werken. Uit Enschede, hier vandaan. Waarom? We zijn hier naartoe gekomen om te dry-toolen. Dit zijn routes die hebben Dennis en Marianne gebouwd. Dus het Nederlandse ijsklimteam. En dry-toolen is eigenlijk ijsklimmen, maar dan zonder ijs. Zodat je kunt oefenen. En zij doen dat eigenlijk om een wedstrijddag te organiseren. En nu hangen de routes er nog in. En wij komen hier ook om te oefenen voor de vakantie. Dus. Je klimt hier ook. Is het voor vrouwen een leuke sport? Ja, absoluut. Zeker een hele leuke sport. Je krijgt meer kracht, meer conditie, uithoudingsvermogen. Ja, hele leuke sport. Het ziet er toch wat ongemakkelijk uit. Veel makkelijker dan het lijkt. Of toch niet?